Je ziet een baby op het consultatiebureau. En op een consultatiebureau wordt gekeken of kinderen goed groeien, of er geen afwijkingen of ziektes zijn. Welkom bij de Kader 10.3 Biocast over opgroeien. Je gaat weer een aantal dingen leren. Je moet 8 levensfasen en hun kenmerken kunnen noemen. Je moet kunnen vertellen wat er gebeurt in de puberteit. Je moet kunnen uitleggen wat homobi en heteroseksualiteit inhoudt. En uitleggen dat er in verschillende culturen daarmee anders wordt omgegaan. Je moet kunnen vertellen wanneer seks ongewenst is. En je moet kunnen uitleggen dat waarden en normen relaties beïnvloeden. Hier zie je een kind dat leert lopen. En in het begin is dat hartstikke lastig. Het leren lopen is een lichamelijke ontwikkeling. Hier zie je een aantal levensfases. Kun je ze al herkennen? Een baby, een zuigeling, en die heeft lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. En die heb je in alle fases van het leven. En sommige zijn positief en andere kunnen zelfs negatief zijn. Hier, een peuter. Hij gaat leren praten en hij leert ook wat er niet, wel en niet mag. Een puber. Secundaire geslachtskenmerken ontstaan, je wordt vruchtbaar, een groeispurt en je krijgt seksuele gevoelens en je wilt gaan horen bij een groep. En bij een oudere ontstaan rimpels, gezondheidsklachten en geestelijk ook vergeetachtigheid. Kun je de verschillende fases herkennen? Even dit schema. Hierin zie je bijvoorbeeld, we kijken naar de eerste ongesteldheid. Dan kan die optreden vanaf een jaar of 9 tot een jaar of 16. Een brede range, dus wanneer je daar binnenvalt, is er niks aan de hand. Het gemiddelde is op een leeftijd van 12 jaar. Dus de meeste zitten aan de voorkant van dat gedeelte. Zo moet je deze kunnen lezen. En hier zie je de hersenen en daaronder zit een klein ertje. En dat zorgt ervoor dat de secundaire geslachtskenmerken ontstaan. Kijk maar hoe dat gaat. Dat kleine ertje, de hypofyse, die maakt een regelstof, een hormoon. En dat hormoon komt overal in het lichaam, maar alleen de cellen in de zaadballen, die begrijpen dat bericht. En die maken als eerste zaadcellen, maar ook een andere regelstof. En die regelstof heet testosteron. En dat testosteron, dat zorgt ervoor dat er secundaire geslachtskenmerken ontstaan. Iets vergelijkbaars gebeurt er bij een meisje. Weer die hypofyse, die een hormoon maakt, een regelstof. Hetzelfde hormoon, maar dat komt nu terecht bij de eierstokken. En de eierstokken, die maken geen testosteron, maar ze maken als eerste eicellen. Elke 28 dagen rijpt er een eicel. En ze maken een andere regelstof, maar oestrogeen. En oestrogeen zorgt er bij een meisje voor dat de secundaire geslachtskenmerken ontstaan. Hier twee vrouwen die van elkaar houden, die lesbisch zijn, een vorm van homoseksualiteit. En in Nederland mag daarop niet gediscrimineerd worden. Dat is strafbaar. Maar ongemerkt zal dat toch wel gebeuren. En dat is best lastig. Ook wordt er over homoseksualiteit verschillend gedacht. Verschillende plekken. Zo wordt er in de Verenigde Staten van Amerika heel anders gedacht dan de meerderheid van mensen in Nederland. Maar ook in Nederland zijn er groepen die daar anders over denken. En dit is een voorbeeld van ongewenste intimiteit. En wie bepaalt er of het ongewenst is? Juist, dat is degene die het ondergaat. Dus dat maakt het best lastig om dat in de gaten te houden. Een ander voorbeeld van ongewenst zijn loverboys. Die meisjes eerst voor zich proberen in te nemen en ze dan in de prostitutie aan het werk willen zetten. En dit geweld is natuurlijk nooit goed.
En deze foto zet je aan om daar wat tegen te doen. Om aangifte te doen. En hier een foto van een Pride bijeenkomst. Van de LHBTI gemeenschap. En dat is iets dat in Nederland veel gebeurt. Maar in een hoop landen is dat verboden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 10.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.